Hallo iedereen en welkom in een video waarin we eens gaan kijken hoe dat de tweelingvlammen die in eenheid zijn op dit moment doorheen werken. Want dat is niet omdat je tweeling, als tweelingvlam in eenheid bent, dat er geen lessen meer zijn. Jammer genoeg. Waarheden. De waarde van theorie. Oh my god. We gaan eens zien welke dat de schaduwen zijn waar dat deze groep zielen doorheen werken of mee geconfronteerd worden. Voilà, wat hebben we? Attraction, dus aantrekking met manifestatie. En de tower, alarm, storms, electrical impulses, lightning. Het is misschien grappig, maar gisteren was hier in ons dorp of in de stad gedurende 1 uur totaal niets van elektriciteit. En dan zie je maar hoe afhankelijk we geworden zijn van dergelijke zaken zoals elektriciteit. En dus toen dacht ik mij ook van, eigenlijk misschien heb ik dat gewoon een stukje zelf gemanifesteerd, want de officiële uitleg is dat ze eigenlijk niet weten waar dat de stroomonderbreking vandaan komt. En omdat in dat uur, dan hadden we alleen maar kaartjes aangelegd. En in dat uur, want ik was eigenlijk net beginnen met koken, dus kon ik niet verder koken, hebben we een andere oplossing gevonden dan om ons te voeden. En de avond was op die manier een stuk rustiger. We hadden geen internet meer. Of heel slecht internet. Dus we moesten ons bezighouden met onszelf en gewoon zijn. En ik vond het een hele mooi moment om te zien hoe dat ik zelf en mijn kinderen daar eigenlijk heel snel ook... tegelijkertijd ook rust in vonden. Alle drie gingen we daar op een andere manier mee om, natuurlijk. En dat is oké. Maar dat is ook hetgeen wat we hier zien, de boodschap. Al de dingen die uitvallen, die niet werken zoals dat ze gaan, die zijn er om jou te leren hoe dat je eigenlijk vanuit een andere manier, vanuit een andere energie, nog meer kan manifesteren en gaan aantrekken. En wat zien we hier? De tower, oh my god. Gewoon nog eens de tower, als bevestiging. Een narrow escape. En vooral de mannelijke energie zit in dat tower moment, zie ik. En het zal nog zijn tot het einde van dit schorpioenseizoen. Dus dat is in de loop van volgende week gaan we zien dat dat wat gaat gaan verzachten. En dat heeft ook als doel om echt nog volledig los te koppelen van het ego. En het ego niet langer aan het stuur te laten zitten. Ja, zodanig dat de uitkomst, dus het resultaat, veranderd wordt. Want de Ten of Swords heeft te maken met gedachten. En dus het piekeren, zorgen maken, worst case scenario's bedenken en zo meer. En dus dat kan niet langer en mag niet langer meer de zon zijn, de reden zijn waarom dat dingen, keuzes gemaakt worden. Wat hebben we nog voor deze groep? Oeps. Daar hebben we people divided, four of ones, dat is omgekeerd, want anders zou het celebrating union zijn. Maar dus op dit moment ga je misschien merken in je connectie dat er wat een kink in de kabel is. Dat er wat een soort van afstand ontstaat. En dat is omdat eigenlijk de mannelijke energie nog dieper in het bemeesteren, overmeesteren, het meester worden van zijn emoties is. En Hij probeert het natuurlijk aan te vliegen vanuit zijn gedachten, omdat dat iets is dat hij van nature altijd gedaan heeft. Maar dat werkt natuurlijk niet meer. Dus daardoor ga je zien dat er niet echt een union gevoel is nu tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Maar dat heeft dus daarmee te maken. Oké, wat is dat dan voor de vrouwelijke energie? De vrouwelijke energie mag en moet, moet niets natuurlijk, moet zich focussen op haar missie en dus op de reden waarom dat ze hier is. En haar eigen zon verder zijn. Ongeacht wat dat er gebeurt met die mannelijke energie. Ongeacht of dat die in de connectie is. Of dat er aan communicatie is, geen communicatie is. Of dat als jullie samen wonen een gesprek is of wat dan ook. Het gaat op dit moment niet over het samen zijn. Maar over een volgend level en het anders doen. Dus vrouwelijke energie focust op zichzelf. Blijft die radiante, die stralende energie. Terwijl dat de mannelijke energie echt leert om nog meer die emoties te gaan beheersen. Zodanig dat hij veel meer op een hoger level weer in staat is om te gaan verbinden met die vrouwelijke energie. En wat zien we dan? Heavy load, ten of wands. Ja. Beide energieën gaan naar het einde van het jaar toe. We zien nu ook boogschutter.
gaan we merken dat naar het einde van het jaar toe ook veel meer dan die lasten, die zorgen losgelaten worden. Ja, we zien ook. De manneke die is bezig met waar dat hij altijd alles gedaan heeft vanuit de gedachten, om controle te hebben over zijn fysieke, moet hij gaan leren op een andere manier te doen. Wat is hetgeen dat de vrouwelijke energie nu mee bezig is en tegenaan loopt? Of leert, liever zou ik moeten zeggen. Overcoming despair, ja. En dus ten aanzien van de mannelijke energie. Dus de vrouwelijke energie is nu nog in dat schorpioenseizoen bezig, terwijl dat hier voor de mannelijke energie die tower aan het neerstorten is en al die dingen niet meer werken, moet erop letten dat zij gewoon in die zonnige energie blijft. Je kunt natuurlijk wel een keer lastige momenten hebben, dat is heel normaal. Maar dus dat je niet vervalt in het stuk van, oh nee, het is weer al. Dus niet in het klagen en zagen en alleen maar de negatieve dingen zien en het ego weer naar boven laten komen. Hè? Want het ego blijft natuurlijk een stukje altijd getriggerd om altijd maar dieper en dieper geheeld en getransformeerd te worden. Niet geëlimineerd, hè? Getransformeerd. Oké, okay, wat is dan het resultaat? Of wat kunnen we hierna verwachten? Laten we dat beter zo zeggen. Wat kunnen we hierna verwachten? Oké, okay, andere kaarten hoor ik. Attention red flags. Omdat ik dus die andere kaarten moet nemen. Wat krijgen we verwachten? De vier afwanten. Dus weer die union, waarin dat jouw mannelijke energie en vrouwelijke energie weer gaat gaan samen en uitwisselen met de mannelijke en de vrouwelijke energie van jouw partner. Dus het komt weer goed. Jullie gaan weer dichter komen, maar het gaat dan weer zijn vanuit een hogere energie en niet meer vanuit die vervormde energie die er was. Dus we zien weer de Nine of Wands, de Three of Swords omgekeerd. De Three of Wands omgekeerd, dus er is nog geen individueel succes eigenlijk. Dus nog geen volledige eenheid bij die mannelijke energie. De Page of Wands en uiteindelijk de Nine of Pentacles omgekeerd. Dus de Nine of Pentacles is eigenlijk dat je volledig alles hebt wat je moet hebben op vlak van materie. Maar je ziet hier, er zijn drie wandenkaarten die te maken hebben, of staven zoals ze in Nederlands noemen, die te maken hebben met je passie, met je vuurelement. En de reden waarom je uiteindelijk niet kunt komen en dus dat je het ook niet kan gaan manifesteren in het fysieke, is omdat je eigenlijk nog veel te veel weggetrokken wordt door dat hartzeer. Door het feit dat je niet begreep dat er nu gaande is met je tweelingvlam en waarom dat nu weer is wat het is. En waardoor je eigenlijk veel te veel in je hoofd gaat gaan zitten. Geloof me, ik weet waarover ik het heb. En dat is altijd weer een nieuwe, een lastige, moeilijke noot om te kraken. Maar het is altijd een onderdeel van het pad. En er is altijd wel weer iets nieuws te leren en te ontdekken over de dynamiek. Zoals gezegd, als je ook al ben je al een eenheid. En als je inzichten wilt over jouw eigen connectie met tips en tools of wilt zien waar het is dat je jezelf nu vasthoudt of waar je nog op een verkeerde manier denkt, dan kan je altijd via een channeling of reading al je vragen stellen. Heb je maar één vraag, dan kan je ook gewoon de één vraag reading reserveren en dan probeer ik dat sowieso binnen de 48 uur te beantwoorden. Ik kreeg ook plots heel heftig hoofdpijn. Dus voor die mensen die met hoofdpijn zitten, is het belangrijk dat dat een teken is dat je het gewoon allemaal veel te veel overdenkt. Dus dat je echt in je hart mag gaan zakken. En dat je ook de ruimte mag laten aan je energie en je ziel om de stukken te integreren. Dus dat is echt oké, ook al ben je een eenheid of heb je het gevoel dat je een eenheid bent, om tijd en ruimte voor jezelf te nemen. We krijgen hier ook, I'm going through a dark night of the soul, nothing in my life is making sense. Maar eens kijken wat de andere zin. I feel insecure and it's pushing me to grow. Het zijn exact ook tweezelfde kaarten die in de andere reading ook gekomen zijn. And I'm struggling with codependency, I'm afraid to let go of my old coping mechanisms. Ik zie dat hier voornamelijk ook iets voor de mannelijke energie is. Maar let op, niet alleen de mannelijke energie in de mannelijke twin, maar ook in jou. Dus in je eigen mannelijke energie.
Dus let op dat je ook daar heel belangrijk dat je naar binnen gaat en je eerlijk wordt met jezelf. Waar ben je nog bang dat wanneer je de controle volledig gaat loslaten, dat dingen gaan zus of zo gaan verlopen of juist niet gaan verlopen zoals jij het wilt? Zeker een issue wat ik vaak ook ervaar is dat mensen vragen, oh ja, en wanneer is het en hoe is het en wanneer gaat dit en wanneer gaat dat? En mensen houden zich vast aan timing, maar een ziel kent geen tijd. En net daarom is het stuk ook dat je leert geduld te hebben. Geduld in de zin van dat je leert vertrouwen dat het tempo dat jouw tweeling ontwaakt en de lessen leert, dat dit ook het tempo is dat jij als, of jullie als tweelingblank koppel hebben gekozen. Timing and intentions. I'm praying you will come back after everything that's happened between us. I worry that you won't forgive me and allow me another chance. En dat is ook het stuk waarin hij ook mag weten dat tweelingblammen altijd terugkomen. Dat is ook een van de dingen. Dus daarom geloof ik ook bijvoorbeeld niet in elkaar blokkeren. Of wanneer hij alle twee op een zodanig matuur, emotioneel en mentaal connectie, verbinding hebt, deelt, dan kan je vanuit een open communicatie aangeven dat je gewoon tijd en ruimte nodig hebt voor jezelf. En dan ga je ook weten dat wanneer dat, je gaat het ook gewoon voelen, wanneer dat tijd is en wanneer dat nodig is om elkaar even niet te horen of elkaar gewoon de ruimte te geven en los te laten. En dan gaat als vanzelf, ga je merken dat de energie verschuift. En dan dat je eigenlijk ook weer dichter naar elkaar gaat toekomen. Maar zo werkt het. Want na elke periode dat ik met mijn tweelingvlam gehad heb, dat we een aantal dagen in communicatie hadden, dan verbinden we weer opnieuw, maar telkens vanuit een hogere energie. Nog een andere boodschap voor deze groep zielen is van I know this is more than a relationship and that there is a higher purpose to our connection. Ja. En de eerste belangrijkste hoger doel is natuurlijk die zielsgroei. Waarom? Omdat hoe meer je jezelf gaat gaan healen en gaat gaan uitzuiveren, hoe hoger dat jouw energie is, hoe hoger dat jouw bewustzijn is, dus hoe hoger je frequentie en hoe beter of hoe makkelijker dat je een kanaal bent met je fysieke lichaam om onvoorwaardelijk liefde weer heen te laten sturen, wat dan ook weer een positieve invloed heeft op het collectief. En dit is de laatste kaart die er gewoon daarnet uitgevoerd is. Ik weet niet of je dat kon zien op camera. Maar dat gaat over union. Dus weet dat die liefde die je nu ervaart tussen jou en je tweelingvlam, dat die oneindig is. En dat het niet uitmaakt wanneer dat jullie samenkomen. Dat wel in het plan zit. Maar net daarom is belangrijk dat je... Wanneer dat de relatie of de connectie in de 3D soms iets te lastig en te uitdagend is, neem dan een stap terug, neem die afstand, maar vanuit liefde en vanuit onvoorwaardelijkheid. En neem die ruimte en die tijd om weer met jezelf te gaan verbinden. Om jezelf terug te gaan vinden. En om een stuk dieper in je eigen healing te gaan. Want de liefde die je ervaart, is er. Altijd. De liefde die je ervaart via je tweelingvlam is omdat die ook een onderdeel is van jou en die door jou heen stroomt. En dat is ook het mooie aan die 5D-connectie. Dat in die 5D-connectie, dan is daar meestal, want anders klopt er iets niet, altijd is er vrede, is er liefde, is er begrip, is er respect. En dat zijn de momenten dat je altijd hebt. Ook al als de 3D of de ego-versie van je twin of van jezelf op dat moment daar geen ruimte voor heeft om ruimte te laten aan die hogere energie. Dan gaan we nog eens kijken welke universele vlam dat je deze week kan gaan gebruiken. Voor je eigen healing of voor de connectie. Oké, deze. Nou, sandalfond met evolution. En dat is deze kleur. Voilà. Ik ben er zeker van overtuigd dat je weer heel wat zal geleerd hebben. Ook al als je kijkt en je bent nog niet in eenheid, gaat dit je ook weer helpen om tot eenheid te komen natuurlijk. Maar weet dat je altijd in eerste instantie begint met
grenzen. De grenzen van jezelf kennen. Net daarom heb ik ook die gratis cursus gemaakt rond Ken je grenzen. Omdat daar alles ook begint. Het begint in jezelf. Die eenheid in jezelf, die eenheid in je connectie, begint altijd in die eenheid in jezelf. Dus ik zou zeggen, als je vragen hebt, je weet dat je de challenge of de reading kan boeken. Als je dat niet gedaan hebt, kan je ook het e-book Tweeling Vlammende Geheimen aanschaffen. Een pre-sale. Dat betekent dat je het nog niet onmiddellijk zal ontvangen, want ik ben er nog mee bezig. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat je kan deelnemen aan de wedstrijd om een gratis reading, inclusief healing, voor je connectie te ontvangen. Plus, je kan ook vragen die je hebt doorsturen. En die kan ik dan ook opnemen in het e-book. Dus als je dat ook wenst, dan kan je daar en mag je daar gebruik van maken. Begrijp je niet helemaal hoe dat dan met elkaar zit? Geen probleem. Via de linkjes onderaan de box kun je alles terugvinden wat en op welke manier dat je van mij kan leren en met mij kan samenwerken. En dan zien we en spreken elkaar in een volgende video.